We zijn hier bij het Wansumse Ven, bij hengelsportvereniging Het Alvertje. Ze hebben hier 4 vijvers, wij zitten op de jeugdvijver en we gaan vissen op een heel bijzondere manier op kruiskarper. We gaan nu de hengel klaarmaken en dan gaan we jullie laten zien hoe we gaan vissen. Yeah. Ik vis nu met een vaste stok. En normaal als je daarmee gaat vissen, dan vis je met een dobbertje. Alleen vis ik nu met een met het plaatje. En er is een heel groot voordeel dat je aas dan op het voer ligt. Ja, dit is het korfje en hij haakt zichzelf op het gewicht van het korfje. Dus je hoeft eigenlijk ook niet aan te slaan, al heb je beet. Ik begin met het vissen met een pellet. En die doe je er zo op. Nou, je hebt hier een hair met een elastiekje. Dit is een speciaal apparaatje dat elastiekje open houdt. Dus dat doe je erin. Dan doe je het elastiekje een beetje open. En dan heb je de pellet. Die stop je erin. En dan haal je het er weer af. En dan zit hij erop. Ik doe ook nog een soort van maisje op de haak. Dat geeft gewoon wat geur en het is lekker zacht. En als je dit erop hebt, dan heb je niet echt kans dat er iets van waterplant of zo opkomt. Nou, het aas zit op de haak. Dan alleen nog voer in de korf en dan kunnen we vissen. Ik heb hier over het malletje heb ik een plasticje. Huh? Dan kan je het balletje voer kan je makkelijker uit het bakje halen. Nou, je doet wat voer erop. Zo. Tot die een beetje vol is. En dan heb je hier het korfje. Die pak je zo. Die druk je in het voerkorf, in het malletje. En dan goed drukken. En dan hou je hem het plasticje eraf. Kijk. En dan is hij klaar. En nu kan je beginnen met vissen. Ja, ik gebruik nu een tie wrap. En daar doe je de lijn zo omheen. Dan maak je de hengel langer. En dan ga ik zo ver mogelijk met de hengel vasthouden. Dan doe ik de hengel lekker hoog. Dan laat ik hem eraf vallen. En dan gooi je hem erin. Nou ja, en dan nu wachten tot je beet hebt. Je moet af en toe ook wat pellets erbij schieten. Dan hou je de vis een beetje op de stek. De vereniging heeft nu een jeugddag georganiseerd. Vandaar dat je nu meer kinderen ziet. En die kinderen die vissen allemaal hetzelfde als ik met de elastiek hengel en met zo'n plaatje. Lekker sterk. Elastiek echt helemaal uitrekken. Nou, hij zit in het net. Het is een kruising tussen een giebel en een normale karper. Een giebel is eigenlijk een goudvis, dus eigenlijk is hij half goudvis. Ik zet hem terug met net, omdat het hier een hoog kantje is. En omdat je dan niet hoeft te lopen met de vis. Ja, en als je er eentje aan hebt, is het wel echt een sport, zeg maar. Hij is wel aardig sterk en je moet lang drillen. Dus het is wel best wel moeilijk om hem te drillen. Daarom heb je ook een elastiek, want al heb je geen elastiek, dan trekt hij zo de lijn kapot. En, maar door het elastiek dan duurt het ook natuurlijk wat langer. Op naar de volgende. Nou, het voer is een beetje droog. Daar hebben ze wat op bedacht. Kijk, hier aan een touwtje, dat is een spons. Daarmee kan je dan het voer nat maken.
nieuwe ronde, nieuwe kansen, hè? Ik was net een zonnebaars gevangen. Dus ik denk dat ik ook even een extra hengeltje pak met een dobbertje en een paar maaien. En dan, ja, want een zonnebaars heb ik natuurlijk nog nooit gevangen. Ik gebruik nu een maathaak 16. Het is een lekker klein haakje, dus dan kan je ook het kleine spul haken. Er zit ook een lange steel aan, dat is handig. Want als je met een worm bijvoorbeeld vist, dan gaat het niet zo snel van de haak. Als ik ze hier uit weten krijgen, dan zou het fijn zijn. Nou, voorlopig hebben we geen zonnebaars, maar een takkenbaars. Nou, twee hengeltjes, dubbele kans. Er zitten allemaal kleine vissen met mijn dobber te spelen. Kijk, er zit een mooi lelieveldje en daar zit vaak veel vis tussen. En hopelijk ook zonnebaarsen. Zo'n ben ik nu aan het kijken of ik die kan vangen. Ik heb beet. Een heel klein voorrietje. Ik vang heel veel van deze kleine visjes. Dit is ongeveer de 30ste al. Top! Ze worden kleiner en kleiner. Het zijn echt hele mooie aasvisjes voor baars. Vandaag was echt een leuke dag. Ik heb weer een nieuwe vissoort erbij, de kruiskarper. Die heb ik nog nooit gevangen. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En waarschijnlijk zijn we dan in Zweden om te snoeken. Dat is echt hartstikke tof. Zie jullie dan.